Boven is slechts 2 maanden oud. Hij heeft een Demken logo op de achterkant. Maar we hebben hier aan boord in wagen nummer 16 Lia de Groot en Lisa Kampenga. Lia en Lisa. Ook op de rode loper. Pas op voor kras, hè, want die auto is pas 2 maanden oud. Dames, Lea, Lisa, zouden jullie straks ook even een andere kant willen, want dan kan de publiek jullie daar ook zien. Kijk daar, kerel, zo mooi zien ze eruit. Mag u best wel applaudisseren. En ook zij gaan uiteraard hun eindexamen in. En ook zij zullen uiteraard gaan slagen, want het bericht is net gekomen dat de leerlingen van RSG Tropmeester, alle leerlingen die eindexamen doen, dat die allemaal gaan slagen. Dus dat is het goede nieuws, je hoeft niet zenuwachtig te zijn, het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. We gaan naar de volgende wagen, dat is een Porsche 911 lichtblauw. We gaan om en hebben dat helemaal keurig voor elkaar. Dan gaan we toch even kijken naar het logo. Ach, een Demken logo. Hier komt dan die Porsche. En daarin zitten, dames en heren, Niek Westra, Sil Barendrecht en Milan van Kampen. En Wilbert positioneert de mannen bij die mooie lichtblauwe Porsche. Keurig in de foto, keurig in het zonnetje, strak in het pak. Tessa. De haren mooi in de lak. En dan over de rode loper. De Sil ziet er goed uit, jongens. Strak in het pak. Kijk eens even. De volgende wagen, dames en heren, is, als ik me niet vergis, een Mitsubishi Eclipse Cabrio in de kleur zwart. En dat komt. Kom jij naar huis? En daar zitten aan boord, dames en heren, Ilse van Gelderen, Maja Toeter en Daphne Knossen. En kom je naar huis? Ja. Wagen nummer 18 op de rode loper. Mooi plaatje. Hoe zat dat ook alweer met die stoel? Ja. Dat is van de Porsche geleden. Ah nee, ik doe rustig aan. Ik heb het heel lang. Kijk, dit wat je op moet doen. Kijk eens even aan. Ilse, Matja en Daphne, dames en heren, op de rode loper. Heel mooi. Het is echt mooi weer, man. We mogen even naar de andere kant toe, want dan kan het publiek jullie daar ook prima zien. Kijk eens even aan hoe prachtig ze eruit zien. Wat zegt hij? Wat ga je boos doen? Ho, zet hem op de slaapstand. Kom goed, kom goed. Ja. We gaan er beginnen, dankjewel. Prettige avond. Dames en heren, we gaan naar de Citroën Super 5 van het bouwjaar 1974 in de kleur groen, dames en heren. En daarin zitten in Sarah Lotse, Isabel Krommenhoek en Floor Raké. Dames en heren, kijk eens even aan, ook zij komen hier op de rode loper. De vader, ja. Ja, het is de vader van Koen. De vader? Is dat tof, vind ik. Nee, ik bedoel de chauffeur. Sarah, Isabel en Floor. Weet ik niet. Ik denk niet, hij lijkt wel een beetje. Niet. Worden uiteraard in positie gezet.
Marco. Daar dus de dames op de foto. Het verzoek aan de dames om ook even aan de andere kant te lopen. Uitstekend, zodat ze aan de andere kant jullie ook keurig kunnen zien. En mag u best applaudisseren, dames en heren. Ziet er wel fantastisch uit, Sarah, Isabel en Flor. Heel veel plezier, veel succes met jullie eindexamen. En we danken de chauffeur met die hele mooie Citroën. Dames en heren, dan gaan wij nu naar een hele speciale combinatie. Een rode handbouwer van stalhouderij Zwaan en Ondermark met twee Friese paarden. Zijn ene paard heet Jiska, dat is 7 jaar. En het andere paard heet Rinder, dat is 21 jaar. Ze zijn uitgeroepen tot de mooiste handboer van. Ik wou in de zon zijn. Van Nederland. De koetsier, meneer Zwaan, is een vriend van de passagiers. Oh nee, nee, daar gaan ze weer. Ja, stoppen. Als even wat een mooie ding. Oh, ik zie je. Die lichtblauwe. Dat is goed, dus roep even Maxime die bij de wacht staat. Die staat achter je. Maxime staat achter jou, als jij nog niet bij de wacht staat. Waarom is zo'n bizar ventje? Jij mag niks zeggen. Jij hebt het over als het nog maar warm is. Nee. Koud ook. Oké, wat is het maken? Is het zo? Is het zo warm? Ja. Kijk, dat is allemaal spuug. Normaal niet. Niks raars. Dan is het goed. Ik ben het wel gewend. Niet doen. Nou, ik had een jas aan, die brand van Ajax Zweden. Oh jongen, dat was gewoon een dikke blauwe plek, hè? Waar met een t-shirt op doen? Moet je gewoon slecht zijn. Nee, het is niet echt een diepe wind, maar het is gewoon een dikke blauwe plek. Ik heb nog wel extra. Vier maanden. Dames en heren, dan wil ik eens even goed zeggen, Sarah Lor, we hebben het de Annemijke Boerema, Roos van Gasteren, Renske van de Kolk en de Hitte Kleefling. Nou, die zaten dus op de koets, ik zou niet te hard schreeuwen, want ze hebben nog een filmpje gezien in Engeland waar ook paarden voor. Bro, als dit de derde is, dan is het een 12 of zo. We gaan naar de Mavels. Dat betekent dat we gaan kijken naar een Porsche Panama. Dat betekent dat we gaan kijken naar Eline Harms, Noah Baron en Ella. Hey! Hey! Waarom klap je nou dan? Ik klap ook niet. Schreeuw het uit. Ik ga niet schreeuwen. Ja, dat is niet. En natuurlijk Eline, Noah en Ella. Ook naar de andere zijde. Zodat de fanclubs ook aan die kant in het zonnetje van jullie kunnen genieten. En krijgen jullie natuurlijk uiteraard een geweldig applaus. Ja, dit is echt totaal niet gedaan. We kunnen hem nog wel.
En ook uiteraard voor deze zaal, dames, heel veel succes. Nee, kan niet. Zijn jullie één examen? Dankjewel. Ja, dat kan niet. Hier niet. Lars die komt echt pas om 7 uur. Ja, dan weet ik het wel. Weet je dat? Ja, ben je dat geweest? En we weten natuurlijk dat er weer een klein breakje tussen zit. Dat heeft te maken, uiteraard, ik heb het u verteld, met het spoor. De trein is aangekomen, dus er staan een aantal wagens ervoor. Maar we gaan nu kijken naar een USA Oldtimer, een Lincoln Continental. Een bouwjaar 1978. Hele mooie, grote, Amerika. Kunnen jullie zullen? En dat houden ze in dat ze binnen enkele ogenblikken op de rode loper gaan verschijnen. Wagen nummer 22. Een mooie auto. Echt een mooie auto. Welkom. Waar? Waar? Ja, doe ik zo wel. Kunnen jullie dus worden voor de Lincoln Continental geplaatst? Ik denk dat je zo wel aanraakt. Er moet zo iets anders zijn. Iemand anders zijn. Ontspannen, lachend in het zonnetje. Zo. Wat deed jij nou? Over de rode lopen. Ik ging echt zo. Ik deed een lekker luisteren. Nee. Nee, dit is niet zo. Nee. Dankjewel. Nee. Kan je het zien? Nee. Zij, ja, de heren van de richting binnenlopen. Ja, ik kan het helemaal zien. Mooie. Au. Winkel. Aanstond voor mij gaat verlaten. Ja. Gaan we ze opmaken voor een Volkswagen CC Passat. Oh, dat zijn beestmeting, wat zijn we? En Passat. Dat is wel mooi. Dat is. Huh? Dit is dus, ik wou niet. Passat, zijn er een actie? Zit in deze wagen, dames en heren. Gaat dus op de rode loper. Krijg je vaar, ik rijd ook nog. De wagen wat keurig. Verpak je. Maar is dit leuk? Oh, oh! En nog een keer. Sasa, Zena Rabaki in de Volkswagen, dames en heren. Hij ontspannen kijkend in het zonnetje. Oh, en daar komt nog een verrassing uit. Ik heb er één naam op de lijst. Die gaan we natuurlijk even informeren. Mooi man. Dilano van Veen, dames en heren. Ook hij is gearriveerd, jawel. Een verrassing, een support act. Niemand op hem gerekend, maar hij was er. Hij is er. Mannen, keurig. Ook even aan de andere zijde, zodat de mensen aan die kant jullie ook kunnen zien. Je zit helemaal goed voor elkaar. Kijk eens. Twee jonge mannen die opgaan voor een eindexamen. Dankjewel. Veel plezier. Zet hem op. En maak je er een leuke avond van. En dan gaan we naar de volgende wagen, dat is een Jaguar XJ6, een zescilinder, olijfgroen, uit het jaar 1978. Die naam ken ik. Ik vind het wel leuk, hè? Dit is leuk. Dit is Tom Luke, hè? Je chick gaat weg. Oh nee. Ah, dan hier, kijk, dit is een echte chauffeur. Hij pakt de pet en zet de pet op en weet dat hij de deur open gaat doen. Dan weer applaus voor die chauffeur. Want we hebben hier in de wagen Teun Markman, Daniel Kelly en Tom Luca Heidi. Daniel, 5-0. Kinderslot. Je schofferende hond. Daniel Kelly, daar is hij. Ons kabouter.
teruggebracht. Zit je in hem? Nee, ja, ja, had, ik zat bij hem in één MAVO HAVO-B. Blijkt wel van. Toen was hij eerst van niveau gestart, toen blijft hij zitten en nu zit hij in 4 HAVO. Tom Luca, dames en heren. Ja, de mannen gaan ook eindexamen doen. Mooi hoor. Tom Luca, Chachi. Chachi. Op de New Balance. Uiteraard. Op de foto gezet. De chauffeur. Balenciaga. Op, nee, op de foto. Balenciaga. Helemaal keurig. Nee, niemand kent nummer, oké. Ik hou alleen maar van André Hazes en van je Ik luister Hazes naar de studio. Ik ben er nog steeds. De pet gaat weer af. Nee, stel je niet. Wagen start. Ja. En daar gaan we. Kunnen we wat klappen? Hallo. Ja, ik heb geleerd van moeder, je moet niet alles zeggen wat je ziet. Ik zie wat frames aan die antenne hangen, maar we leven nu in 2024, ik kan niet alles meer zeggen. Oh. Voordat we weten dat ik een aanklacht aan die dingen van de broek. Goed, we gaan naar een Mustang Shelby dan weer een zwart gat met open dak. Wij mogen nu presenteren Ruben Wester, Tim Steenhout, Timo van der Wal en Gijs Hooghals. Nee, wat voor dingen heeft hij nou op de motorkap zitten? Dat de micro's aan. Wat komt er in de micro? Waar is ook een Hey, dat is Timo, dat is leuk mee in de huh? Oh ja, trouwens. Kijk eens aan, hè. Verre de sturen, mannen. Ruben, Tim, Timo en Gijs. Ook veel succes met jullie eind. Examen! Vaders blijven ook kleine jongens. En bij de volgende auto staat vermeld, we weten niet wat voor auto deze auto heeft. Geen APK meer, omdat hij als auto is. Dat is nog eens één. En hierin kunnen wij verwelkomen Jan de Oort en Tara Hof. Jelte en Tara. Kijk eens even, heel galant, hè? Ja, Jelte, die weet hoe dat moet. Gaan we dat voor elkaar krijgen? Kleding perfect op elkaar afgestemd in de kleur blauw. De jurk en de hundedas. Prachtig plaatje. Dank jullie wel en heel veel plezier. Nee, denk het allerbelangrijkste is plezier maken vanavond voordat je met de neus de boeken in gaat. Om je te prepareren voor het eindexamen. We gaan naar een Ford F-150. PSP. Maar ja, daar was ik toen niet. En daarin zit Danisa van Oostende. Zwaar bewaakt. Waar zijn die zomer aan? Kijk, geef eens even aan de alweer. Oh, dat is fantastisch. Uw applaus voor Danisa van Oostende. Ja, dat is als je ook even naar de andere kant wil staan, want de auto is zo groot. Is er niet iemand anders gevraagd? Als ik dat doe, dan kun je even fantastisch, mooi. Zo tussen mijn. Wil jij heel veel succes met eindexamen? Ik kan het, alleen aan het klikken. Nee, dat is echt een kutlaag. Top! Bestie. En dat betekent dat de chauffeurs en de bewaking mogen naar huis. Veel plezier vanavond.
gaan wij ons aanstonds voorbereiden op de volgende wagen. Dat is een BMW uit de serie 3. Oh, dikke BMW. Erwin, Lieke Hademan en Jamie Faber, dames en heren, dat zijn hier uit die hele mooie BMW, maar die worden geëscorteerd door de mannen die dat voor elkaar gaan krijgen. Kijk eens even aan. Dago komt erbij. Ach, kijk eens blij, joh. Ach, snuffel. Nu ben ik ook wel benieuwd hoe die hond heet. Dat is leuk. Nu is het wel. Dat komt wel terug. Je ziet erop dat het pak gehuurd hebt, want die honden die slijmen altijd zo, deze honden. Hij luistert heel goed. Dan heb ik hier voor deze BMW heb ik twee namen staan, dus dat zou dus betekenen dat ik er nog twee mis. Maar dit zijn de chauffeurs, kijk, dat zijn de mannen, keurig. Met een beetje vrolijk kijken. Ja. Ik weet dat het best wel stoer is met zo'n BMW, maar ik wil even vriendelijk naar ons lachen. Ik zou zeggen, start de wagen, mannen. En we gaan ons opmaken voor de volgende wagen. Een grijze Polestar. Komen geruisloos aangereden. Marit Kampers en Melin Koppers. En ook deze dames worden begeleid. En mag u best een applaus gaan geven, dames en heren. Marit en Melin. Je mag ook even naar de andere zijde lopen, zodat de mensen ook... Ja. Kom! Dan is in de fanclub jullie aan die kant niet. Dit is al avond, hoor. Hallo! Wil je voor? Mag al voor, ja? Ik kan wel, denk ik. Oké, fijn. Haag en Oké. De Polestar wordt weer gestart. Geruisloos. Vanaf de markt, plezier. We gaan naar een zwarte villa, daar weer een hinder. Oude antieke wagen met wagen nummer 30. Kijk, een ereronde, dat is mooi. Top, perfect. Ik heb zo'n zin. Dit is helemaal niet. Ik was echt Oh mijn god. Je kunt ook van die kant. Dus je die nou gewoon hebt teruggegeven. Dat is een hele verrassende wending, maar heel mooi, heel leuk. We gaan kijken naar Mara Groen en Kai Lux, dames en heren. Mara en Kai, geef ze een geweldig applaus. Hier op de markt in Steenwijk, opgaand voor een eindexamen. Voorbereid voor de goede studiade op RSG Trotmeester. Ik ben getransformeerd. Ja. Een heel klein beetje ouder geworden. Een jaar of 10. Deze hele mooie wagen verlaat weer de markt. We gaan naar een Audi Q8. Ik wou me nog steeds meer zo kwijt. Als er één schaam overdam is, dan volgen we iedereen. Dan gaan we natuurlijk uiteraard doen. Oh, dan houdt al een Audi. Mooie auto. Laat je zien dat we makkelijk zijn. Echt vertik het. Echt. Ik zie wel deze En uit deze wagen zal aanstonds verschijnen, dames en heren. Eline Hupp. Dat vind ik echt bizar. Daar is Eline. Hey, thuis. Ja, over de rekken.
Eline, ho! Nog even aan die kant, want die auto is zo groot, hebben ze jullie gezien. En dan krijgen we allemaal praatjes. En let op, je krijgt een heel mooi, geweldig, mooi, fantastisch applaus! Ik denk van Luxe van de moeder. Nee, dat is een borst van. Wij zitten ook nog een foto zetten. Eline, mag ik een persoonlijke vraag stellen? Want ik heb alleen jou hier op de lijst staan. Heb je deze meneer stiekem meegesmokkeld of doe je ook eindexamen? Is je broer, doet hij ook eindexamen? Je moest verplicht van je ouders, moest je broer meenemen. Maar dan wou je graag. Ah, dat vind ik lief. Ja, ik heb vier zusters, ben blij dat ik niet vroeg. Hey, top! Vast zonder me, hè? Eline heeft haar broer mee. En dat is als, gewoon goed, want die helpt ook met studeren. Dat komt goed. Top! We gaan naar een oldtimer. En dat is een Mercedes. Zo. In de kleur zwart en deze auto is maar liefst 65 jaar. Kijk, hoor eens even, mooi hè? Ik kon ook niet meer vooruit, maar ik rest het. Zo'n Tesla is mooi, maar dit komt toch ook als muziek in je oor. Nee joh. Ja. Ruben ook nog, ja. Nee, cool time. Dat is ook de rug. Dat is een flexie kouder. Mooi. Achter me ding. Ik ben hier vanavond met mijn gaten staan. Oh, autistisch die deur. We krijgen hier Ron Wijngaard en Brit Harsvoort, dames en heren. Ron en Brit! Echt? Ja. We lijken op elkaar, dan gaan we schuiven. Twee dames, één examen bij de 65-jarige oude oldtimer Mercedes. Ik vind het wel leuk. Ja, nee, jongen. Ja, ja, ja. We gaan uiteraard nog even naar de andere zijde. Ik krijgen uiteraard van nu ook een applaus, dames en heren. Ja. Maar nee, wat is dat? Misschien is het wel het best, hè? Ja, ja, maar ik zeg het even. Ja, dat zeker, maar jullie zien het best. Jullie zijn wel goed. Maar jullie laten. Maar je bent niet meer leuk. Jawel, ik ben nog wel aan het kijken. En dat is van jullie gejatnacht. Op de show. Echt heel heus. Dank u wel. Prachtige wagen. Wat zegt u? Nou, het staat op mijn lijstje, meneer. Ik heb er geen verstand van. De meneer zegt, hij is ouder dan 65. Nou, dan is hij 66. We gaan, dames en heren, naar een shovel. Met voorop een zitzak. En op die zitzak zitten de bekende Jelmer van der Leed, Mats Rammingen en Ruben Koch. Welkom, mannen! We zitten er echt helemaal bij, hè? Prachtig mooi vervoer. Oh, wow! Kleine groot. Ik weet niet, Nike, maar eigenlijk stiekem best wel leuk. Ho, 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 mannen! Ook even aan die zijde staan, want die shovel staat ervoor. En dames en heren, willen jullie ook aan die kant zien? Ah, dames en heren, hier zijn ze. Jelmer, Mats en Ruben. Dank u wel, veel succes met je examen en veel plezier vanavond. Hier verschijnt dan traditioneel op de markt in Steenwijk een Volkswagen Kever. De auto of wat is het? Nee, de auto. Keur. Ja, ik kan het zeggen. Freya Klaver. En Amelia Lubowska. Die zitten dus in deze wagen. En die worden binnen enkel ogenblik aan u gepresenteerd. Waar heb je maar? Dit is raar. Nee, niks raar. Nee, dat is raar. Dat is jammer. Ja, zielig. Jammer is...
En ook deze twee dames gaan uiteraard op voor een eindexamen. Ja. Op de rode loper. Ja. Richting de heren van de rechter. En terwijl de Volkswagen Kever aanstonds. Nee, dat steken we helemaal bovenuit. Ja. Dat moet ook. De markt gaat verlaten, kijkers. Even een speciale foto van de auto. Die man vet komt van alleen voor die auto's. Dank u wel. Gaan we naar een Audi A8. Ja. Hij zegt ook van deze andere auto. Ja. Ze gaan allemaal doen. Even een donut, even een donut. Ja, dat is echt niet zo. Hij wordt hier gebracht, dames en heren. En hij stapt uit die auto. En we gaan u presenteren. Kasper Bas. Woe! Wow. Vind ik wel gek, hier is Kasper. Net zijn moeder. Over de Jammer. 12 plus. Kasper, of het nou van die zijde wil gaan staan, want ze hebben je daar niet gezien. En ze hebben wel heel hard geschreeuwd voor. Merci. Ja. Kasper maakt zich gek alleen. Ja, helemaal goed. Dan gaan we naar het Mercedes C200 Cabrio. Wagen nummer 36. Wat nummer is los? Leon die zegt zo, ja ik kom wel drinken. Dat verkend ik. Dit is voor vanavond. We zijn zo Wachtenveld en Teun Zuidhof. Nee, want dat wil ik ook niet. Want ik wil gewoon, weet je, die mensen, ineens komt iedereen ook. Dus ik wil ze van, nou, de mogen wel eens komen. Alleen met zware diep gaan. Het is gewoon een paar bier. Je weet ons vinden. Ja, dat is echt cute. Ik moet wel zeggen, dit is de beste outfit die ooit heb gedragen. Ga je een beetje? Ik kan er mooi overheen kijken. Ik voel me altijd zo lang als ik met jou ben. Ja, ik voel me ook heel klein als ik met jou ben. Sorry. Ook hier in de mooie, zachte aanvoerroute. Hij staat er echt de hele tijd op. Het is een elektrische auto, dames en heren. Dat zou lullen. Anders had ik niet zo vaak kunnen weggeven met deze huidige benzineprijs. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar volgens mij is je chauffeur helemaal van padje. Sjoerdje en Teun worden niet bij de rode loper uitgezet. Wie geeft hij dat nou? Oh, you need is love. Oh my god! Het is dat ik weet dat jij het examen moet doen, want dat ga ik het te moeilijk vragen. Dit is nog geen 5 en ik ga 5. Dat is nog een beetje voor. Huh? Nee! Ja, ik speel het niet. Wie was dat? Oh ja, in de tijd. Het is lekker warm, hè? We zijn nog met druppel aan de douche. Hij droeg even zijn lipstift weer op. Wat trouwens? Cool! Dat wist ik helemaal niet. Sasha en Teun, als jullie de examens ook zo vlak overwegen, komt het wel goed, hè? Fireball! Ja, dan weet ik waar het om ligt. Nu verder geen handen. Nee, maar dat is geen champagne, volgens mij is het gewoon een opblaadblad. Dat nee, echt niet. Nee, geloof ik niet. Dat is echt geen opblaadblad. Dat is geen compliment. Oh wel. Sorry, jij hebt gelijk. Kijk eens even aan hier met fles schatooi. Hoe renden we? In die hele mooie zwarte Mercedes C200 Cabrio. Ja, jawel, dat moet je meteen aan. Zeg hem op, mannen. Ja, Charlie, dit is dat zo. Nummer 650. We zijn nu met nummer 66. En dan zie je, dan waren dit de kandidaten voor de MAVO. We schakelen naadloos over naar de HAVO. Zoveel haven. De steenwerkers zijn best lastig. Ja. Gaan dus ook
Namens RSG Topmeesteren één examen in de afdeling met Citroën. Het 956 in de kleuren van Bordeaux. De eerste serie is geproduceerd deze auto met voorwielen. Kan het nooit normaal? Harvard, zeg maar. Zie je het nou eerder dan jij? Ja, mijn Amy, de boer, Kim Kuyn en Annabel Kelly. Dat zijn dames die als eerste namens Havel hier op de rode loper worden gepresenteerd. Ik wil gewoon dance. Met de boek of vijf. Ik heb een drink. Ik zie je boven uit. Dat is een struisvogel. Waar? Waar? Amy, Kim en Annabel. 3, applaus. Je ziet die blauwe trui toch? Daar recht boven. Ja, echt wel. Lichtblauwe trui. Met een tube. En ook uiteraard nog even een andere zijde. Heel goed. Zodat heel Scheemwekker Land en beide omstreken jullie kan zien. Oh, ik ga. Succes met jullie examens en heel veel plezier vanavond. We gaan naar de volgende wagen, dames en heren. En dat is een Amerikaanse Dodge WC51. Weet je, dat vind ik wel mooi, maar niet zo gaaf. Het is een lege voertuig uit de Tweede Wereldoorlog. En er staat erachter van meneer Steenbergen. We weten niet of meneer Steenbergen van de Tweede Wereldoorlog was, maar de auto, de wagen. Kijk eens even, prachtig mooi. Fantastisch. En daarin wordt gepresenteerd Rochelle Verke, dames en heren. Rochelle! Een prachtig, mooie Amerikaanse Dodge. Sam en Sing. Hey! Sam en meneer Steenberg. Mooi plaatje. Rochelle, graag even naar de andere kant. Want die auto is zo groot, niemand heeft je gezien. Kijk, let op, want nu krijg je een applaus. Geef een applaus, dames en heren. Kijk eens. Ja, mooi. Ik had ook. Zie jij niet? Maar ik zou wel met de auto. Ik weet niet waar die andere zijn. Oké, wie is in die auto? We gaan naar een Porsche Panamera Turbo SE Hybrid. Dit vind ik wel een gale auto. Ja. Noem maar gewoon dure auto's. Een donutje, even een donutje. Dikke pret in die wagen. Ja. Oh, die BMW is heel leuk. Lois Wagenberg, Frederik Burgelink, Rosa Klein en Indy Ten V. Ja, dit is een camping. Ja, dat is mooi. Wij zorgen bij de rest Frederik Burgerling, Rosan Klein en Indy Ten Veen. Examen. Indy!
komt wel oprecht. Ventus helemaal blijft. Nee, Mike, je mag hem naar huis brengen, de auto. Oké, okay, misschien is het wel Frans. Ja. Ik weet het niet. Ik weet wat zeg het je? Niet. Ik weet het als hij hier blijft, dan weet ik niet. Als jongen ga ik echt helemaal stuk. Kijk, als hij hier blijft. Echt helemaal stuk. Nee, ze gaat direct naar huis toe. Oké, okay, wie zou niet jou te zitten? Ik echt niet. Ik zie er wel, is het de week? Echt tien op de oude. Nee, weet je, op een... Die ben je wel echt een om 2 uur moet je ze weer hebben. 2 uur. We gaan, dames en heren, naar een witte BMW X6. BMW? Wie is dat? Oh, dit zijn hun. Oh, nee, dit is niet goed. Rana, Luciana, Ronnie, Nathalie, kom Simo. Jade, Faber en jullie bordbaal. De witte BMW X6. Oh, ik ga denk ik wel hakken uit, hoor. En ook deze dames gaan op voor een eindexamen voor de HAVO. Ja, want ik moet in de sturen. Dat is een rol. Die camper, waar hebben we hier van gehoord? Maar jullie zijn ook er worden keurig voor de wagen neergezet. Mede-Aziaten. Mag ze best een applaus geven, dames en heren. Ze zien er fantastisch uit. We gaan dus over de rode lopen richting de heren van de rechter, waar natuurlijk al heel veel mede-kandidaten zitten te wachten om er vanavond een knalfeest met z'n allen van te maken. We gaan naar een hele bijzondere combinatie. We gaan naar een Fiat 280, oftewel een camper, dames en heren. Ja, nee, dat kan niet. Kijk eens even. We zitten er mannen keurig te wachten op wat het moois dat gaat komen. Bij Thomas van Ems, Tristan even en Hidde Kors. De deur open. Hup, de deur is al open. Ja, die zwemt. Eén keer. Dan. Hij had het oprecht moeten blijven. Had een keurige airfryer aan boord. Oh, een airfryer? Wat? We stappen er eerder uit als de chauffeur. Ja? De deur gaat dicht. Hij weet ook niet het meest. Zijn camper. Hoofdstel, het voelde heel drama. Thomas, Tristan en Hidde. Jullie zetten we ook even aan de andere zijde neer. Zodat ze allemaal goed kunnen zien, dames en heren. Mooi met de Via 280 camper. Heren, veel succes met jullie eindexamen. Die je vader zag. Ja, nee, dat denk ik niet. We gaan naar een Audi RS6. Daar nieuwe wie en Dani zitten daarin. Die is ook van Campina. Ja. Zo wie en Dani zitten daarin. Ja. Ja, gewoon in de... Oh, mooi. Wie zijn dit dan? Ik wil een mooie auto. Dat is die. We gaan, hè. Het wordt steeds gekker. Hier is de Audi RS6 C8 zwart. Dit is Luc. En Boas. Luc Borgman, Boas de Holden, Jesse Leubegaan. Dat zijn de helden en heldinnen die in deze wagen gaan zitten terwijl de deur open gaat en de chauffeur uit gaat stoppen. En dan gaat hij de deur open om een lekker geef op wat eruit gaat komen. Eindexamen kandidaten. Kijk, dat is goed. Yes. Nee, ik sta met iedereen zo juist. Ik heb het. Lukie! Jezus. Jezus. Dat zijn de helden die hier op de rode loper verschijnen.
Oh, hè. Ja. En ook voor hem natuurlijk een geweldig, fantastisch applaus. Ja, hij zal wel voor mij een plezier. Mannen, veel plezier. Oh, dit is een lul in zijn kont even. Nou, dan hier, dan krijgen we nu... Een vrachtwagen! Van de Campina! Chauffeur Henk Weygaard! Aan boord! Zou het zijn, Henk Weygaard? Louise Heeman en Dani Lovett! Die en dan denk ik, we gaan een mooi rondje draaien hier op de Waregeesting! Paard bij Friesland Campina! Perfect! Net aan! Dat is zijn vader. Prima, is dat ook... Nu is de vraag. Waar stappen ze? Hij zegt ook... Ja, daar komen ze, dames en heren. Louis en Dani! Zoals dan! Dat is nog eens een gevoel. Maar je kunt dat ook niet kan zien, ze zien er prachtig uit. Jongens, wij doen het. Dan moet ze de andere kant ook nog lopen, dat gaat niet leuk vinden. Mannen, of jullie ook even aan die kant willen staan, want de auto is vrij groot. De auto. Kijk, dan heeft u daar een prima overzicht. En dan komt natuurlijk niet de grote huiskamervraag. Nee, niet dat van. Ik vond het wel geluk voor mijn oma dat ik als eerste was gegaan. Bijna. Mannen, succes! Jullie mogen over de rode lopen en jullie mogen naar de heren van de rechter en de fanclub. Daar staat op jullie te wachten. En wij zijn benieuwd hoe deze chauffeur die kleine wagentje hier van de markt af. Veel plezier! Ja, daar komt hij. Yes, daar zit hij erbij. Hij wordt gewoon een jas aan. Oh, kijk eens aan hier. Hier komt de BMW R50.5. Met een Hollandia Seisman. Is in dienst geweest van de Rijkspolitie. En daar zit aan boord Rick Westerveen. Rick, als jij over de rode lopen gaat, dan mag je die jas niet aan. Want ze hebben je netjes in het pak gehezen. Kijk nou weer, netjes in het pak, geef een geweldig applaus. Mooi, Rick Westerveen. Dan gaan we naar een Porsche Panamera. Populaire wagen tegenwoordig. Ik zie hem niet meer. Ik heb wel, hij staat hier recht tegenover. Oh, steeds bij die kar met die bal. Oh ja, ik zie hem. Vivian! Hey. Onze HAVO en examenkandidaat Vivian Danko en Yara Hoekstra. Nee, denk maar. Dames, jullie mogen ook even naar de andere zijde.
Want daar staat ook nog een fanclub. Die waren er nog uit. Zodat jullie nog een geweldig applaus krijgen. En jullie aanstonds over de rode loper op weg gaan naar de heren van de rechter, op weg ook naar de eindexamens van de vijf haven. We krijgen een Volkswagen Karma Ghia Cabriolet bij 961, de motorbenzine. Bij regen is de Nissan, maar het regent niet, dus hier is de Volkswagen. Mooi! Fleur Middelkamp en Larissa Leffers. Heel bizar. Waar zijn we? Want... Er zit nog steeds op 28 februari, 61 is deze prachtig mooie Volkswagen met Fleur en Larissa. Ik weet alleen dat het van Diego, Joris, Joris, Frans en Leo. Dat was echt na. Zou je voor je altijd een flink? Ik had wel verwacht dat hij daar. En het verkeer staat nokkie nokkie vast, dames en heren. Vind je het? Het is ook een mooie auto. Het is ook mogelijk dat de chauffeurs rechtstreeks de markt oprijden. Dank u wel, veel plezier. We gaan naar de Mercedes-Benz Cabrio in de jaren 70. Jack Schelt en La Charité, dames en heren. Jack en Lars, hier komen ze! Jack en Lars, dames en heren, dat zijn de mannen, de helden. Ja, we gaan naar een eindexamen. Laten we niet overdrijven. Ja, laten we niet overdrijven. Ja, we daar zijn er wat. Ja. Over de rode lopen, heel veel plezier en succes bij jullie eindexamen. Fantastisch. Ja. Geboren met een X. En dan moet je respect van hebben. Dan gaan wij naar een BMW 501 uit het jaar 1955, dames en heren. 1955. Is dat de auto van je vader? Andrea Feenstra, Vinette Leonard in deze wagen. Hallo Jumbo! Oh nee, dat is het. We gaan dus, dames en heren, kijken naar Andrea en Vinette. En die hele mooie BMW. Een prachtig plaatje op de markt in Steenwijk. Galant. Prachtig breed. Uit de wagen. Tegelijk. Mooie auto. Hij zat te kort. Bij mij was het te lang. Mooi, mee. Ja, het is ook volgens mij iets langer dan jij. Niet veel hoor, maar... Ik denk het wel. Ik denk niet echt. Jawel. Joris is al in de vier. 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 Is dat Lars? Ja, denk je wel. Ik denk je schoon even niet, hoor. Hoe staat hij nou zo hoog? Die auto. Welke? Die achter. Die daarachter. Die dingen zijn altijd. De deuren gaan open. Ja, de tegenkant bij Marit Poelstra. Op de rode lopen. Hi. Yes, would you like a toaster to go to the other side of the car, please? International.
Nederlandse letten ze niet op, maar als je in Engels begint te praten, dan hop, gaan we doen. En we lachen, krijg je een applaus, komt helemaal goed en heel veel plezier. Succes, toi toi toi, zo gaan we dat doen. Wat doet ze? Tony, jij erin. Heel de vriendengroep Giethoorn hier. Nog hier, Ferro, Daan, Ramon, Fabian. We gaan naar een Porsche gereden, dames en heren, Snack. Hij kan 242 km in de uur en er staat op. Ze gaan het al even waarschijnlijk. Deze auto kost nu 120.000 euro. Zit Martin er nou in? Dat is me niet. Daar gaan we, jongens. Het is niks. En wij presenteren u met wagen nummer 50. Hier is Lars van der Weij. Dat is Martin. Ik fris een keer altijd. Lars van der Weij. Welkom. Hij Joris is ook lover. Ik heb een auto. Van jaar 1986, mogen we rechtstreeks hier naartoe. En daar aan boord, Anouk, Dionne, Blanca, Pilar en Iris Loutsma. Bankstel, keurig vastgebonden. Kijk, die zonder galant. De tractorchauffeur. Keurig. Voor vast voetbal. Anouk, Blanca en Iris. Dames, of jullie nog even van die kant willen gaan staan? Kijk, daar zie je hem kijken. Hij zie hem lachen. Dankjewel. Anouk, Blanca en Iris, succes met jullie examen over de rode loper. En de juweer zegt, nou lekker op de trekker, daar gaan we. Laat zien kijken. Hoppakee. Ja, erg hè. Naar de trekker inderdaad. We hebben hier een Kawasaki Ninja. Zij is een SX-lever. En hier is de Uso Klaas. We gaan naar de volgende wagen, dat is een BMW X5 donkere dag. Dit is Paul's auto, maar dan een andere kleur. Wat ik dat zeggen? Ik weet niet of het dezelfde uitvoering is. Laatste. Ik kan allemaal zo slecht zien dan. Ik vind het ook wel een beetje. En dan kunnen wij u presenteren. Judith de Jonge, Charlie Zekhoven en Sophie Tauker. Oh shit. Veel fans. Jurk. Dat is wel bijzonder galant, hè? Jurk is echt mooi. En op de keur op elkaar. Judith, Charlie en Sophie. Dat is Charlie, dat is een vriendin van mij. Dames, het verzoek om ook even aan de andere kant te gaan staan.
Zodat de dames en heren aan de andere zijde jullie ook kunnen zien. Kim is oud. Oh ja. Hele mooie foto. Lelijk oud. Wat een idiot, dacht de bijrijder. Deze kans opnemen ze me niet. Ik ga gewoon hoppakee opkrukken in de BMW en ik ga er een fijne avond van maken. Mannen, dankjewel. We gaan naar een Mercedes. AMG Line. Kom maar aangereden. Ja, tuurlijk. En dan krijgen we met wagen 54. Lucas Belder. Lucas op de foto met de Mercedes. Ja, klopt. En uiteraard even aan de andere zijde, zodat iedereen het prima kan zien. Hoeveel auto's zitten er? Nee, 80. Dit is nummer 54. Ja, dat hoort wel. 6, nog 9 auto's, denk ik. Wat een Ren uit het jaar 2022, zilver. Dit is volgens mij een brand. Ja, dat kan wel. Ja, en dan gaan we introduceren Nicky Hulleman, Fiona Cruzet en LC, Shara Prins en Vea de Jong, dames en heren. Kijk hier in de Dodge Ram. Oh, is dat de moeder? Die heb ik nog niet ontmoet. Vea zegt dat hij ook een van haar is. Maar die schreeuwt wel. Nee, zij werkt al. Vea, Nicky, Fiona. En Chara, dat zijn dames die hier uit de rem komen. We gaan uiteraard ook een eindexamen doen voor de HAVO. Woe, Fea! We gaan over de ronde lopen. Robert! Ik heb het niet. Ja, ik kom daar neer. Of is het gewoon een chicken? Ja. Vind ik wel. Hij heeft gewoon de laatste. Veel plezier. Of zij vindt jou gewoon een beetje. En zet hem op bij je eindexamen. We gaan naar een blauwe Mercury. Ja, ik ga zo naar beneden. Wagen nummer 56. Oh, dit kan wel zo. We zijn straks op bij nummer 68. Suzanne Zuurman is er al straks tegen aankomt. Moet je niet vergeten. Zover is het nog niet. We krijgen hier de blauwe Mercury. En je moet hem weer van de hand hebben gehouden. Ja, die is nu wel gecheckt. Jawel, die is nu wel weer. Ja, we gaan verder naar de hand, want we gaan hier introduceren. Linda ten Weijerberg, Nina Kloos en Mira Aka. Nina zit ook op het. Zo, de vader. Elmira, Renate, Nina! Dames, dankjewel. Jullie mogen op de rode lappen. Ik ben helemaal wacht hier. Het maakt een hele leuke avond van.
mooi, hij is mooi. Hallo. En u denkt, 50% van Steenwijk, die kent 1 en 2. Oh, er is brand in de stad, er is brand in de stad. Lopen? Nee, dit is een brandweerwagen. Oh, toch wel weer, ja. En in die brandweerwagen, dames en heren, zitten Anouk van Beek, Jana van Memmel, Annick Vaas en Roze Marijn van Ems. Echt niet. Dat is kut, hoor. En de roze mannen. Het was een grap om bij dit vervoer te komen, want vanzelfsprekend was hij niet beschikbaar, maar het is toch gelukt. Het is gelukt. En ook deze dames doen eindexamen van de HAVO. Dames, ook nog even graag aan de andere kant, want die auto is vrij groot. Een grote brandweerwagen. En dan, ja. Kijk eens aan, dames en heren. Geef deze brandweerladies een geweldig applaus! Ik ben ook de roddelopen en heel veel plezier. Ja, dat ga ik wel doen. En de brandweer gaat weer op weg naar de kazerne. Hier is goud. We gaan naar een BMW, type 316 Luxury Zwart. Geen idee. Wij gaan introduceren. Twee teams, Rits Oosterlo en Wout Klaasenboer. Ik ga zo wipen, joh. Twee Rix en Alkan hier komen hier uit de BMW. Iemand moet zeggen, anders is het niet zo mooi. Heb je al een busje naar de zon? Nee, ik heb gezegd. Prima! Oké, van de andere zijde. Hij doet die kenning niet. Helemaal zijn element. Nee. Kijk. Mooi plaatje en nu applaus aan weer. Dan houdt u ook lekkere warme handjes. En dan gaan we naar de volgende wagen, dat is een Jeep. Jawel. De Jeep dus op weg naar de rode lopen. Is dit? Ik heb papa even gebeld dat hij meteen weer op kan. We gaan introduceren Tom Benny. Ja, dat wel. Ja, echt. Ja, we moeten nog een trekker. Ja, toch wel. Recent, echt heel recent. Tom Benning wordt keurig afgeleverd door zijn begeleidingsteam, door zijn managers. We komen dan met de Jeep de markt af. We gaan dan weer naar een zwarte tractor, staat erop. Nummer 60. En dan weer. Hier krijgen we Kirsten Dijkstra. Waar Ja. Ja hoor.
En de chauffeur, de landbouwmedewerker, die denkt, die staat zelf wel. Ja. Het is ook een boer. Ja. Dames en heren. We gaan uw applaus vragen voor Kirsten Dijkstra. Kirsten. Kirsten. Om nog even naar de andere kant. Kirsten. Dat ja, is een vrij groot vervoersnummer. Ja. We hebben een prima plaatje. Krijg je een prima applaus. Een fantastisch uit. Veel plezier. We hebben een loonbedrijf, Vinstra, kunnen op avontuur. Waar is hij? Ja, net had ik hem gevonden. Een bij die blauwe Citroën uit 1982. Zo ver is meneer Lucas. Oh, nee. Nova Huisman, nee, dat kan niet. Marilyn van den Hof en Roos Rozenbom. Oh, hij is echt veranderd. Nee, hij is een boom. Sowieso niet deed. Dat is zo'n kleine vrouw. Ja. Waar die hoeft niet? Ik geloof niks. Nee, echt niet. Echt niet. Een zootje. Die jongens die van 3 dagen denk ik zijn niet op de grond. Maar daar zitten. Ik geloof niet. Ja. WWW, hoe ging die deur ook alweer open.nl? Ik hoor aan de binnenkant via de koptelefoon. Maar gelukkig heeft hij 2 deuren. Je kunt ze nooit alleen laten. Kijk eens even aan, dames en heren, zoals al gememoreerd, Nova Huisman, Marleen van den Hof en Roos Rozenbom. Met je vingers, meneer Lucas. En meneer Lucas moet straks aanstonds direct de auto weer leveren. Helemaal goed. Dames en heren, we gaan naar het witte VW-bus. Oh my god. Met een blauwe sloep op de trailer. We gaan introduceren Finn Mook en Romein van Erkelen. Chauffeur Sjoerd Mook. Oh, dat gaat onze sloep is mooier. Nee. Ja. De naam van onze sloep wel. Mooi hè? Hoe ben je gekomen met de boot? Ja. Mooi. Goedkeurig. Friesland. Friesland. Zij stappen van de boot op de markt. Sundmok en Romein van Erkelen. Mannekeurig, strak in het pak. En dan vraag ik jullie ook om even naar de andere kant te staan, want ja, het is best wel een grote bot. En Sjoerd, de volgende keer als je weer met die bodem uitkomt, wil ik graag dat je die Friese vlag verhoudt voor een vlag uit steken. Ja? Duidelijk afspraken. En de 5 verhalen. Ja. Goed, keurig mannen, zien er fantastisch uit. Gaan op weg naar hun eindexamen voor de HAVO. Finn en de Romein. Zin in morgen? Romein! Wat is er morgen? Zin in morgen. Oh, ja. We gaan naar een Porsche. Hij doet zo, hij doet het wel. En in die Porsche zijn 2 Porsches achter elkaar. We maken daar een duo uitzending van, geloof ik hoor. In de voorste Porsche, dames en heren, zitten Gijs Boscha, Frans Kallenkoop en Levi ten Lande. Daarachter Joris Winter en Tigo Hakka. Hey, Fransie! Hey,
koffie! Hoppa jongens! Gijs Bosgaard, Frans Kallenbach, Leven de Landen, Joris Wetter en Tigo Hartkamp! En deze mannen gaan een eindexamen doen. Keurig! De porties worden aanstonds weer keurig naar huis gereden. Hey Piet! De fanclub neemt nog een foto. En dan mogen ze over de rode lopen richting de heren van de rechter. Mannen, bedankt. We gaan naar een Volkswagen Kever uit 1975. Wij introduceren nu, dames en heren, Nina den Besten en Tessel Verhoeven. Nina den Besten en Tessel Verhoeven, dames en heren, de Volkswagen Kever 1975. En ook jullie veel succes in jullie eindexamen. We gaan naar Porsche Panamera, Sport Turismo kleurslag. En hier gaan wij u vertellen dat we welkom gaan heten Marijke Drost en Mirte Bakker. Welkom dames in de markt in Steenwijk. Marijke Drost en Mirte Bakker. Dames over de rode lopen. Want daar nog even een plaatje. Een foto die uiteraard ook via de RSG Tropmeesters is na te bestellen. Dat komt helemaal goed voor elkaar. Ja, dan komt het afscheid nemen toch dichtbij. En gaan wij naar een Mercedes-Benz. AMG Quadraat, wagen nummer 67. Met de buitenverlichting. Ik was wel van de vrouw om te rijden. Gaan wij introduceren Sofie Rijdemans en Floor de Lint. Grote wagen kort op een keurige trap erbij door de chauffeur, uitstekend verzorgd. En daar krijgen de Sofie Ruinemans en Floor de Lint, dames en heren. Worden zo aan die zijde ook vertoond. Wees niet benauwd, het komt allemaal voor elkaar. Sofie Uyvel. Aan die kant, kijk eens even aan, ook daar een applaus. Op weg. Op de rode loper gaan we u vertellen, dames en heren. Dat hij komt eraan, de wagen nummer 68.
in de witte Maserati. Komt hier de markt in Steendijk opgereden. Hij gaat op weg naar het eindexamen in de HAVO. Hier is Tim Nijs. Huiten! We lachen, Tim, hè? Maar goed. En dan ook vanuit die zijde. Ja, waar is hij? Dan wordt de chauffeur moeten wegdrukken achter het stuur. Dankjewel, Tim. Succes, hè? En de groeten aan je moeder. Alles goed. We gaan naar wagen 69. Ja, iedereen gaat niet mee. Dat is een zwarte jeep. En als het spoorboekje klopt van mij, betekent dat, dames en heren, dat dit de laatste wagen is in het gala van RSG Topmeester, editie 2024. We gaan introduceren Yvonne Thees, Donna Kuipers, Elke Hoekema en Jort Steenbergen. Fantastisch. Ook graag even naar de andere zijde, zodat de dames en heren aan die kant ook goed kunnen zien. Even die kant, even aan die kant. Even. Fantastisch! Gaan de ronde lopen, dames en heren. En dat betekent dat ik nu namens RSG Topmeester alle leerlingen heel veel succes wil wensen. We willen nu als publiek en ouders en iedereen hartelijk bedanken voor het enthousiasme. Het is droog gebleven. We danken Carlo Bremer voor het geluid. En ik wil een geweldig applaus, dames en heren, voor onze verkeersregelaars. Want zonder verkeersregelaars had dit evenement niet veilig kunnen plaatsvinden. En Justin heeft de boel ook gecontroleerd. Wat mij dan rest is u een hele prettige voortzetting te doen van de woensdagavond. Morgenavond is het gala van Iekeringen. Kortom, bent u ook weer van de partij. Ook dan belooft het droog te blijven. Mijn naam was Jannes Molder en ik dank u voor uw aanwezigheid.